In Ermelo strijden ruiters tijdens de Hippiade voor de titel Beste van Nederland. Zowel in dressuur als in de springsport worden de prijzen verdeeld. De Hippiade is eigenlijk het kampioenschap voor de breedtesport, waarbij alle regio's gewoon de beste mensen sturen hier naar Ermelo om te strijden om die titel. Ja, de spits is eraf. De eerste combinatie. Ja, nou, die ben alweer nul. Dus ik ben super tevreden. Wat heb je allemaal moeten doen om hier te mogen starten? Ja, in principe heeft hij alleen de 3 selectiewedstrijden gereden. En waarvan 2 heel goed. En toen de Gelderse. En de Gelderse was die 7e. En toen mocht hij hierheen. Het is zo dat de meeste selectiewedstrijden hebben gereden. Die zijn dus op die selectiewedstrijden geselecteerd voor het regionale kampioenschap. Een regio, zeg maar, provincie. Dus per provincie heb je dan nog weer een kampioenschap. En daarvan gaan 2 of 3, of afhankelijk van hoeveel leden of die regio heeft, gaan hier naartoe. Dus die hebben al heel wat doorstaan voordat ze hier komen. Voor wie zijn jullie vandaag? Voor René Leenders natuurlijk, van Stal Boldeman. En die rijdt op Cizeret. Ja. En hoe denken jullie dat ze het gaat doen? Ik denk wel dat ze door is naar vanmiddag, naar de beste 15 die over mogen rijden. Ja. Mevrouw, kunt u me vertellen naar wiens score u staat te kijken? Ik kijk naar de score van onze dochter Danielle Noordermeer. En ik zie dat ze als 10e geëindigd is van de 12. Nou, op zich ben ik wel tevreden. Ging wel wat minder goed dan gisteren. Gisteren had ik wel een topdag. Voor mijn gevoel was ik ook 4e geëindigd. Voorwaarts in arbeidsdraf. C, rechterhand. En ja, het had misschien allemaal net wat beter gekund, net wat netter afgewerkt en iets meer gedragen. Maar voor deze ambiance en alles voor de eerste keer ben ik echt heel blij met hem. En wat heb jij nou allemaal gedaan om hier te mogen starten? Nou ja, allereerst moet je natuurlijk selecteren voor de kringkampioenschappen, daarna regio en dan nog gisteren gereden en dan bij de bovenste staan. Ik heb hem nu net 2 jaar en hij is ook net 2 jaar onder het zadel. Achterafpunten in het parcours, 4 weken strijdsoverschrijding. Resultaat voor Theresia Blauw met Silo. Hoe ging het? Nou, niet helemaal naar mijn zin. Hij lette niet echt op deze keer, moet ik zeggen. Ik heb met deze nog heel weinig gereden, heel weinig kilometers gemaakt. Dus ik had zoiets van, nou, als hij gewoon braaf rondspringt, dan ben ik heel tevreden. Waar sommigen tevreden zijn met een degelijke proef, willen anderen maar 1 ding. De dag afsluiten in de kampioenenparade. Dames en heren, kampioenen 2012!